Welkom bij het Kinderboekenjournaal. Hoi, ik ben Jette en ik heb een nieuw boek voor jullie gelezen. Het ministerie van oplossingen en veel te veel lies. Dit is het derde deel. En als je graag wil weten hoe het ministerie is ontstaan, dan zou ik zeker het eerste deel even lezen. Want daar wordt goed in uitgelegd wat het ministerie inhoudt en hoe het is ontstaan. Het ministerie? Dat is mijn lievelingsserie. Hey, wat ruimt. Nou, dit boek gaat over Nina, Alfa en Ruben. En die hebben een hoofdkwartier op de zolder van mevrouw Vis. En daar zo bespreken ze allemaal zaken voor het ministerie van oplossingen. En Nina en Alfa, die vinden op hun school iets merkwaardigs. Ze vinden allemaal rare schatten in hun gymzaal. En de nieuwe meester, die verdenkt ze ervan dat hij dat heeft neergelegd. En wat gebeurt er dan? En dus ze volgen hem mee naar huis. En als ze daar aankomen, dan is zijn huis helemaal vol met allemaal spullen van zijn vader. Want zijn vader die verzamelt allemaal schatten. En ergens tussen al die troep ligt een uitvinding van die vader. En die proberen ze terug te vinden. Je gaat toch niet het einde verklappen, hè? Maar of ze die gaan vinden? Ja, helaas, dat ga ik niet vertellen. Gelukkig maar, want dan moeten ze echt zelf het boek maar gaan lezen, hoor. Deze boeken zijn allemaal los van elkaar te lezen. Maar als je wil weten of het ministerie van oplossingen iets voor jou is, dan zou ik beginnen met deze. Maar ze zijn zeker los van elkaar te lezen. Dus doei! Goed verteld, Jette. Tot de volgende vlog! Sanne, jij bent... Sanne, ze wachten op je. Sst, ik lees. Wat lees je dan? Nou, dit gaat het natuurlijk niet worden. Dan zal ik jullie alvast maar vertellen dat je op het Kinderboekenjournaal een blog kan vinden met 11 redenen waarom wij Boer Boris echt fantastisch vinden. Dus ga gauw naar het kinderboekenjournaal.nl en lees mee. Nou? Alice deed het maisje twee keer in de magnetron. En toen werd het Bob Popcorn. Hij werd zo groot als een kiwi, kreeg armpjes, beentjes en handjes en een mond en een neus. En wat er dan gebeurt, lees je in dit boek. Het boek is geschreven door Maranke Rink en met tekeningen van Martijn van der Linden. En weet wat zo leuk is? Nou? In juni komt een nieuwe popcorn eraan. Heb jij nu ook zo zin in popcorn? Ik bedoel deze, na deze vlog. Ren dan snel naar de bibliotheek of boekwinkel bij jou in de buurt. Tot het volgende Kinderboekenjournaal.